Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Ja, ik heb net een fantastisch interview gehad met twee horecaondernemers. René van der Pluim en Barry van den Berg, horecaondernemer op de Nieuwmarkt. En ze hebben de noodklok voor de horeca geluid. En u moet dat interview zien op de website van Café Weltschmerz. Tot ziens daar. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing.